deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer nieuwe betaalbare make-up testen. Want ik ga de nieuwe najaarcollectie van Catrice testen. Volgens mij is het najaar toch? Ik haal het altijd in de war. Ik haal voorjaar en najaar altijd in de war. Maar volgens mij is het najaar. Jullie hebben in mijn laatste PR-pakketjes unboxing kunnen zien dat ik een pakketje had gekregen van Catrice met al hun nieuwe producten. Het is niet genoeg voor echt een full face make-up, maar het zijn echt wel genoeg producten voor heel deze video. Ik weet dat jullie altijd extreem benieuwd zijn naar vooral Catrice en Essence. Vandaar dat ik deze collectie vandaag ga uitproberen. Ik ben heel erg benieuwd, want ik persoonlijk, zoals jullie ook weten, hou van betaalbare make-up. Dus ik ben altijd op zoek naar hidden gems, naar goede betaalbare make-up. En ik ben vooral heel erg benieuwd naar de foundation en de concealer. Want er is een nieuwe foundation en concealer die er echt super veelbelovend uitzien. Ik ga ook vandaag een full day wear test doen. Dus ik hou de make-up de hele dag op. En dan laat ik aan het einde van de dag zien of alles nou nog echt goed zit. Vooral met concealer en foundation is het altijd best wel belangrijk om echt een volledige dag op te houden. Want je kunt echt bijna nooit gelijk weten of het nou echt goed gaat zijn of niet. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk en wil je vaker van dit soort video's zien? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren op mijn kanaal voor mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik ga vandaag voor de verandering beginnen met de gezichtsmake-up en dan pas de ogen. Want de oogmake-up gaat niet echt heel heftig worden. Het wordt gewoon een mooie, draagbare, makkelijke look. Dus we beginnen met het gezicht. En ik ga beginnen met het primen van mijn gezicht, want we hebben een nieuwe primer. Ik heb hier de Catrice Pore Minimizing Serum. Dit is dus een gezicht primer slash serum voor de poriën. Die moeten dus minder maken. Er staat op 10% niacinamide. Ik kan het niet uitspreken. We krijgen 30 ml. Dat is de normale hoeveelheid voor zowel serums als primers. En er staat op dat het ook je gezicht een beetje mat maakt en het obvious de poriën vermindert. Je moet 3 tot 5 druppels aanbrengen op een schoon gezicht en het gewoon rustig zo insmeren. In de ochtend en in de avond. Oké. Nou, dan gaan we dit gewoon even doen. Ik doe gewoon 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oeh, het ruikt heerlijk, jongens. Ik druk het gewoon zo een beetje in. Het is een beetje plakkerig. Dat is ook wel fijn als een primer. Oké, dit is weer zoiets wat ik echt vaker moet gebruiken om echt te weten wat ik ervan vind. Ik zie nu niet echt per se dat het echt iets doet voor mijn gezicht of zo. Maar ja, we will see. Ik weet nog niet echt wat ik ervan vind, obvious. Nou gaan we beginnen met iets waar ik heel enthousiast over ben. En dat is de nieuwe Hydrating Foundation. Dit is de Catrice True Skin Hydrating Foundation. Ik ben ook heel enthousiast omdat het hydrating is voor de veranderingen. En niet weer zo'n matte foundation. Ik heb een normale tot droge huid. Dus voor mij, overal waar hydrating op staat, ben ik super blij mee. Ik heb by the way alles gewoon gekregen. Ik heb de kleur Warm Olive. En die lijkt perfect te zijn voor mij. Dus ik denk echt dat ze dat goed hebben gegokt. Er zit ook hyaluronic acid in. Dat is altijd heel goed voor de droge huid. Long wear, dat het goed lang blijft zitten. En we krijgen 30 ml. En ook voor een foundation is dat de normale hoeveelheid. Er zit dus hyaluronic acid en watermelon seed oil in. Dus een olie. Er staat wel op dat het een naturel matte finish geeft. Dus het heeft een naturel matte finish. Maar het moet wel hydrateren. En het heeft een medium tot volledige dekking. We will see. Ik ga het gewoon aanbrengen met mijn NYX Cosmetics spons. Oh. Oké. Het heeft geen pompje. Dat vind ik wel echt jammer. Dit vind ik echt vreselijk. Kijk dit. Dit is gewoon zo'n stokje. Het is ook super waterig. Zien we dit? Oh my god. Het is echt super vloeibaar. Kijk eventjes dit, jongens. Oké, ik vind het dus echt niet chill dat we geen fatsoenlijke applicator krijgen. Vooral omdat het zo waterig is. Maar... Oh. Ja, het valt echt overal. Oh my god. Nee, dit is echt vreselijk. Ik ben echt bang dat ik mijn kleding vies ga maken. Oh my god. Dit vind ik echt minder. Maar goed, het is nou echt ook hier al over mijn bureau. Oh my god, it's a mess, jongens. Kijk, helemaal dit. Heel mijn hand zit onder. Nou, de verpakking krijgt voor mij echt 0 punten. Nou, laten we gewoon eventjes alles gaan inblenden. Oeh, de kleur is echt perfect. Godzijdank. Oké, ik heb hem helemaal ingeblend. De kleur is echt perfect voor mij. Daar ben ik heel blij mee. Het heeft inderdaad echt een matte, naturel finish. Ik vind hem nog niet zo echt super mooi op de huid. Ik moet hem nog eventjes aankijken. Het blende wel gewoon top in en alles. En het heeft naar mijn idee echt een medium dekking. Niet helemaal volledig, maar ook absoluut niet licht. Echt gewoon medium. Dus ja, de verpakking is echt een no-no. Maar ja, de finish is op zich wel mooi. Maar we gaan het gewoon vandaag eventjes aankijken voor nu.
is het oké. Dan ga ik ook verder met de Catrice True Skin Concealer. Deze heb ik gekregen in de kleur Neutral Biscuit. Oh, by the way, alles is ook vegan. Misschien ook leuk om te weten. Deze heeft een volledige dekking. Dat is altijd belangrijk voor een concealer. Moet een volledige dekking hebben. Er zit ook weer hyaluronic acid in. En het is waterproof. En het heeft een soft matte finish. Dus een lichte matte finish. En het moet lang goed blijven zitten. En er staat ook echt overal dik opgeschreven waterproof. Dus ja, ik ben benieuwd. 18 uur. Het moet dus 18 uur goed blijven zitten. Nou, dat gaan we vandaag sowieso even testen. Laten we hem gewoon gaan aanbrengen. Ja, dit is gewoon een top applicator. Zien we dit? Kijk, gewoon een goede applicator in zo'n puntje. Het is best wel een grote applicator. Nou, laten we gewoon dit gaan aanbrengen. Oh, de kleur is ook echt perfect, jongens. Dit hebben ze zo goed gegokt. Jullie weten hoe verzot ik ben op de Catrice Liquid Camouflage Concealer. Dus ik hoop dat deze ook net zo goed is. Of misschien zelfs wel beter. Ik moet zeggen dat hij tot nu toe wel fijn aanvoelt. Wauw, de concealer is echt prachtig. De kleur is geweldig voor mij. Het heeft een volledige dekking. Het dekt heel goed alles. Al de donkerheden die ik hier allemaal heb, dekt echt heel goed. Het creased niet gelijk. Dat heb ik best wel vaak met meer betaalbare concealers. Het blendt ook ideaal uit. Het zit mooi op de huid. Ik ben heel enthousiast over de concealer. We moeten nog wel eventjes gaan kijken of dat hij echt lang goed blijft zitten. Maar voor nu vind ik hem echt prachtig. Het heeft ook zo'n hele lichte glans. Er staat wel soft mat, maar ik vind hem ook niet soft mat. Ik zie echt nog wel gewoon een glans. Dus het is gewoon een normale natural finish van concealer bedoel ik. Niet foundation. Maar echt fantastisch. Ik vind hem heel mooi tot nu toe. Oké, voor de rest hebben we niks voor de huid. Dus ik ga even mijn gezichtsmake-up afmaken. Een beetje poeder, contour, blush, bronzer en dat soort dingen. En dan gaan we beginnen aan de ogen. Dus ik ga eerst even mijn gezicht afmaken. I'm back. Ik heb mijn hele gezichtsmake-up afgemaakt. Ik moet zeggen, ik ben echt blij met hoe mijn gezicht eruit ziet. De foundation, de concealer, de primer, serum. Ja, dat weet ik nog niet echt. Maar al met al ben ik heel blij met hoe ik eruit zie. Ik heb ook echt producten gebruikt voor mijn gezicht die ik goed vind. Zodat we echt straks kunnen zien wat we nou echt van de producten vinden. En I like it. Ik ben tot nu toe heel erg tevreden. Ik ga nou beginnen aan de ogen. De mensen die mijn PR-unboxing hebben gezien dat Catrice mij een 2 oogschaduwpaletten heeft gestuurd. Eentje heb ik in de winactie gedaan. En de andere ga ik vandaag gebruiken. Dat is deze. De Coral Nude Palette van Catrice Cosmetics. Er staat ook op nieuwe formula. Dus een nieuwe oogschaduwformule. En er staat ook op microplastic particle free. Dus er zitten niet allemaal van die mini stukjes plastic erin. Wat super super slecht is voor het milieu. Dit is dan hoe het paletje eruit ziet. Je hebt nude kleuren vooral. En je hebt matte en glanzende kleurtjes. Ik moet wel eerlijk bekennen dat dit niet echt per se een paletje is waarvan ik denk, oh wauw, dit gaat echt geweldig zijn. Ik moet sowieso zeggen over het algemeen, Catrice en Essence oogschaduwpaletten trekken mij echt totaal niet. Dit paletje trekt mij ook niet. Het andere paletje trok mij ook helemaal niet. Maar ik ben toch wel gewoon benieuwd, ja, hoe dit paletje gaat werken. Vooral omdat het dus kennelijk een nieuwe formule is. Je hebt hier boven ook twee kleuren. Dit is een matte nude kleur. Staat ook op base. Dus je kunt die gebruiken als basis. En hier heb je een glanzende nude kleur. En hier staat ook echt op highlight. En je kunt die dan gebruiken als highlight kleur in je binnenste ooghoek. Of een beetje onder je wenkbrauwen. Dus dat is wel heel handig. Vooral voor beginners. Dan weet je gelijk wat je ermee moet doen. En met de rest van de kleuren kun je gewoon een leuk ooglookje maken. Zoals ik vandaag ga doen. Het zijn dus vooral nude kleurtjes. Dus het wordt weer een hele draagbare look. We gaan even inzoomen op de ogen. Nou, we zijn weer lekker extreem ingezoomd op mijn gezicht. Oké, even kijken. Ik heb al soort van geprimed met deze Catrice concealer. Dus die stap kunnen we overslaan. We kunnen gewoon gelijk beginnen met de oogschaduw. Ik ga beginnen met deze lichte nude kleur hier. Ik denk dat hij wel te licht gaat zijn. Ik denk niet echt dat je hem gaat zien op mijn ogen. Maar ik ga het toch proberen. Deze kleur breng ik aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Kwast in mijn hele arcadeboog. Ja, dit was al wat ik dacht. Je kunt hem niet echt zien. Een heel klein beetje wel. Maar dit wordt gewoon mijn eerste transitiekleur. Ik wil gewoon zoveel kleuren als ik kan gebruiken. Want dan weet ik goed wat ik van het paletje vind. Deze kleur blendt by the way echt geweldig. Nou, je kunt deze kleur op zich beter zien nog dan dat ik dacht. Dan ga ik in met deze beetje oranje matte kleur. Die breng ik dan ook aan in mijn arcadeboog. Oeh, die is best wel oranje. Ik had hem niet zo extreem oranje verwacht. Dan pak ik deze beetje grijs-bruinige matte kleur. En met een iets kleinere fluffy kwast, Zoeva 224, breng ik deze kleur een beetje aan in de buitenste ooghoeken. Deze kleur is wel een beetje aan de lichte kant, maar ik wilde hem toch gewoon proberen.
Dan pak ik deze donkerbruine kleur. Ik moet wel zeggen, die bruine kleuren zijn best wel cool tone. Ze zijn niet echt heel warm. Terwijl dit op zich wel ja, wordt gemaakt als een warm paletje. Heel apart, maar oké. Deze kleur ga ik ook aanbrengen in de buitenste hoek om het lekker donker te maken. En die kleur breng ik ook aan op de onderste wimperrand tot aan het midden. En dan blend ik het een beetje uit met die oranje kleur. Die breng ik gewoon een beetje eronder aan en daarmee blend ik het uit. Dan pak ik deze lichte champagne nude glanzende kleur. En die ga ik een beetje zo aanbrengen hier op mijn ooglid en dan vooral in de binnenste ooghoek. Oh, die kleur is echt prachtig. Zo'n beetje een bruinige champagne kleur. En daarnaast breng ik deze beetje bruine glanzende kleur aan. Deze is ook echt prachtig. Deze is echt zo bronsachtig. En dan breng ik deze lichte glanzende kleur nog aan. En die breng ik zo een beetje in het midden aan voor een soort van highlight zo in het midden. Maar niet heel veel, gewoon een beetje. Dan pak ik deze highlight kleur hierboven. En deze kleur ga ik zo aanbrengen hier in de binnenste ooghoek. En het beetje wat nog op de kwast zit, breng ik ook een heel klein beetje aan onder de wenkbrauwen. Zo, dit is dan de ooglook met het paletje. Ik vind het echt een mooie bronzy ooglook. Wat vinden we ervan? Ik vind vooral de glanzende kleuren heel erg mooi. Een aantal dingen met het paletje zijn wel. Het is een poederig paletje, dus dat is iets minder. En de kleuren zijn niet super, super gepigmenteerd. Het mist een klein beetje pigmentatie. Voor de rest blendt het wel super goed voor de prijs. Vind ik het ook een oké paletje als je van dit soort kleuren houdt. Wel moet ik zeggen, het is echt poederig. En omdat het poederig is, gaan deze glanzende kleuren wel sneller vervagen dan met een paletje die niet poederig is. Ja, en ik mis gewoon een beetje pigmentatie. Maar ik ben al met al heel blij met de look. En het blendt echt geweldig. Deze kleuren blenden echt geweldig. Ik vind het echt wel een fijne formule. Vooral voor de prijs is het een oké paletje. Het volgende wat ik heb is een eyeliner. Dit is de Catrice 24 Hour Brush Liner with a Coconut Water en het is long lasting. Er staat ook op geen parabenen, geen microplastic en geen pers. Ik weet niet wat pers is, maar dat zal vast wel iets slechts zijn wat er dus ook niet in zit. Catrice heeft altijd super super goede eyeliners, dus ik ben ook heel erg benieuwd naar deze. Ik vind altijd belangrijk dat hij super zwart is en mat opdroogt. Het heeft zo'n klein kwastje, dat vind ik op zich gewoon prima. Laten we even gewoon hiermee een wing maken. Ik vind hem niet fijn. Ik zal jullie vertellen waarom. Het kwastje is niet fijn. Het kwastje is niet rond genoeg. Zeg maar, hij is niet zo rond. Hij is een beetje zo plat. Waardoor je niet echt een hele mooie dunne lijn kunt maken. Het is gewoon alsof je met iets plats een lijn maakt. En dan wordt het zo breed. Het is niet goed rond. Dus het maakt niet heel goed zo'n punt. Dat kostte mij best wel veel moeite. Ook is het kwastje veel te flexibel. Het gaat echt alle kanten op. Het is niet stabiel. Waardoor je gewoon niet heel secuur goed en lijn kunt maken. Je verliest dan een beetje controle over wat je aan het doen bent. De formule vind ik wel mooi. Hij is super zwart en mat. Dat is altijd precies wat ik zoek. Alleen het kwastje is gewoon niet fijn. Het is een te breed kwastje. Hij is niet puntig genoeg en hij is te flexibel waardoor je gewoon geen controle hebt. En dat zijn eigenlijk de redenen dat ik deze niet meer zou gebruiken, ondanks dat ik hem wel mooi vind. De laatste twee producten zijn voor de lippen. Dus ik ga een beetje mascara en nep wimpers aanbrengen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oh mijn god mensen, ik was alweer verder met de video. Zie ik gewoon dat de camera niet aanstond. In ieder geval, ik was dus helemaal klaar met mijn ogen en alles. Ik vind het prachtig. En ik had nog twee lipproducten die ik dus nou al heb aangebracht. Oh my god, ik heb dus dit lippotloodje, de Catrice Plumping Lip Potlood. Deze heb ik in de kleur 020 What a Doll. Dat is, even kijken, deze kleur. Super mooie roze nude kleur. Ik heb hem ook net al gebruikt. Hij is super creamy. Hij brak ook af terwijl ik het aanbracht. Dus let goed op dat je niet te veel uitdraait. Draai maar een heel klein beetje uit. Ik vind het ook fijn dat het zo'n draaibaar potlood is. Dan hoef je het niet heel te aan te slijpen. Hij brengt super creamy en mooi aan. Goed gepigmenteerd. Alleen is hij wel naar mijn smaak iets te zacht. En dan heb ik hier de Catrice Powerful 5 Liquid Lip Balm. En er zit in hyaluron, vitamine E, shea butter, green tea en joji berry. Allemaal hele fijne ingrediënten voor je lippen. Het heeft ook een hele mooie lichtroze kleur. Het is een iets lichtere kleur dan het lippotloodje. Dit is de kleur van de lipbalm. Ze gaan echt geweldig met elkaar samen. Het is ook altijd het beste als het lippotloodje iets donkerder is. Dus deze twee samen is echt een hele mooie combo. Hij bracht echt heerlijk aan. Het is echt een lipbalm, geen lipgloss. Het voelt aan als een balmpje. Het is ook ietsje dikker. En het is heel mooi gepigmenteerd. Deze vind ik heel erg fijn. Zit prachtig op de lippen. Ik vind hem ook heel fijn aanvoelen. En dat was het dan. Dat waren alle producten. De hele make-up look is af.
Oké, nou dit is dan de hele make-up look. Ik ben echt super super blij met hoe ik eruit zie. Wat vind ik tot nu toe van alle producten? Deze primer moet ik vaker gebruiken. Ik zag niet gelijk dat hij iets deed. Ik weet het nog niet. Ik vind het een beetje een moi. Ik ben altijd een beetje sceptisch als het gaat om dit soort producten van hele betaalbare merken. De concealer vind ik echt top. Zit super mooi op de huid. Tot nu toe heel tevreden mee. De foundation vind ik ook heel erg mooi zitten op de huid. Soft matte finish. Maar het droogt mijn huid niet uit. Ook heel erg benieuwd hoe deze eruit aan het einde van de dag nog uitziet. Deze lipbalm is super fijn. Het is ook een ander soort lipbalmpje. Het is een lipbalm, maar het lijkt op een gloss en het brengt aan als een gloss. Maar hij is echt een lipbalm. Ik vind hem echt heel erg fijn. Dit lippotloodje is fijn, maar hij is echt iets te creamy, iets te zacht. Deze eyeliner raad ik niet aan. Ik heb ook net verteld waarom. Hij brengt gewoon niet fijn en secuur aan. Dit paletje is een beetje een moi voor mij. Als je deze kleuren mooi vindt, haal hem zeker. Je kunt echt wel een mooi lookje ermee maken. Het blendt ook goed uit. Het is alleen super poederig en niet zo goed gepigmenteerd. Ik ga hem in ieder geval niet meer gebruiken, want ik heb echt een heleboel paletjes die echt beter zijn. Dus dat is tot nu toe al met al wat ik ervan vond. Het ging vandaag best wel goed. Ik ga nou dus de full day wear test doen. Het is nou 1 minuut over 1 uur, dus het is gewoon 1 uur. Ik ga het sowieso 6 tot 8 uur oplaten en dan kom ik weer vanavond bij jullie terug om te kijken hoe alles nog zit. Dus ik zie jullie straks weer. Oké, jongens, het is nou 4:30. Ik wil heel even mijn make-up laten zien in normaal daglicht. Ik moet al wel zeggen, het is er op mijn neus echt best wel af aan het gaan. Zien we dit? Mijn neus is sowieso wel een plek waar de make-up altijd super snel ervan afgaat. Maar dit is wel heel snel. Normaal is het nu echt nog niet. Normaal gebeurt het pas na echt 8 uur of zo. Voor de rest zit het echt nog prima op mijn huid. Het enige probleemgebiedje die ik nu heb, ja, is mijn neus. Maar voor de rest, de oogschaduw is ook gewoon mooi. I like it. Tot nu toe, behalve mijn neus. Oké, mensen, zoals jullie kunnen zien is het nou 10 minuten over 12. Dus ik heb de make-up echt al de hele dag op. En dit is dan hoe mijn gezicht er nou uitziet. Zoals je ziet, het glanst best wel. Het houdt je gezicht echt, echt niet mat, zoals je kunt zien. Het is er ook echt helemaal af bij mijn neus. Dat zie je ook hier. En ook een beetje hier bij mijn lachrimpeltjes. Dit heb ik niet echt vaak. Dus dat dit is niet echt iets heel goeds. Voor de rest zit alles nog best wel gewoon goed. Ook de oogschaduw zit gewoon nog mooi. De lipstick heb ik eraf gehaald. Dus ja, de foundation vind ik een beetje een moi. Hij blijft wel goed zitten, maar niet echt voor heel erg lang. En ik wil altijd wel dat het echt lang goed blijft zitten. Ik zie plekken op mijn gezicht die minder goed eruit zien dan normaal. De concealer vind ik echt fijn. Die is echt fijn. Die zit ook gewoon nog helemaal goed erop. Die is ook gewoon mooi mat gebleven en alles. Alleen de foundation is gewoon... ja, die blijft gewoon niet zo lang zitten. Ondanks de claim dat hij lang blijft zitten. Dus ja, en het maakt ook niet mat. Dat moet je wel weten. Maar hij hydrateert wel. Dat vond ik wel heel erg fijn. Maar ja, als een foundation niet lang goed blijft zitten, is al een reden genoeg voor mij om hem niet meer te gebruiken. Dus ja, dit is wat ik ervan vind. De foundation is voor mij toch een nee, maar de concealer zeker een ja. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!